Ten westen van het Gelderse Vorden ligt het natuurmonument Hakfort. Een fraai landgoed met een recentelijk gerestaureerd kasteel, een watermolen en oude boerderijen. Het afwisselende landschap wordt gevormd door boscomplexen en landbouwgronden. Kortom, een uitstekend leefgebied voor de kerkuil. Onno de Bruin is al jaren bezig met de bescherming van deze zo kwetsbare vogel. We zitten hier in de schuur waar de kerkuil broedt. De kerkuil broedt in een nestkast en dat is eigenlijk een heel verhaal die een beetje geschiedenis heeft. Vroeger broedden die uilen gewoon in een hoek op een kerkzolder of zomaar op een rommelzolder van een boerderij. Maar ja, of ze zich daar nu niet veilig genoeg voelden. In ieder geval is het zo, daar vinden we bijna nooit meer nesten. Een enkele keer nog tussen hooibalen, maar bijna alle uilen zitten nou in die nestkasten. Er zijn verschillende redenen waarom die kerkuilen zo achteruit zijn gegaan. Ze hebben erg geleden van strenge winters en in de 60e jaren waren de vergiffen een hele slechte zaak. Toen hebben we gehad dat het landschap eigenlijk veel intensiever gebruikt werd. Dat allerlei houtwallen gerooid werden. Dat allemaal ruwe hoekjes verdwenen. En langzamerhand krijgt men weer wat meer begrip dat dat soort onderdelen in het landschap thuis horen. En dat is nou net wat die kerk wel nodig heeft. Broedsel van 5 jongen. De oudste heb ik in de hand. En 4 liggen in dit doosje. Ze liggen, dat is een soort verdedigingshouding met de klauw omhoog. Want als je nu ze willen pakken, dan slaan ze met hun pootjes. De oudste die ik heb, die is ongeveer 4-5 weken oud. En de jongste, die nog helemaal in het don zit, die is een week of 3. Nou, en dan zullen we ze ringen. Ze krijgen een ring met een nummer erop. Wordt opgeschreven wanneer en wanneer ze geringd zijn, op welke datum. En als er dan een keer ergens een dood gevonden wordt, dan kan de ringer het opsturen naar het vogeltrekstation. En dan met vermelding van de plaats waar die gevonden is, de datum en wat de doodsoorzaak is als die bekend is. En dan weet je wat er met die beesten gebeurd is. Ze worden nou geringd door Fons IJsing die bij Staatsbosbeheer werkt. En dan zullen we met de oudste beginnen. Van die ringen hebben ze verder helemaal geen last. Ik zal even iets laten zien hoe ver deze al is. Ik zal een vleugel uitspreiden. Die komt al helemaal door. Je kunt ook zien het staartje, dat begint ook al uit te groeien. En het duurt nu nog ongeveer een week of 3 à 4 voordat deze vliegvlug is. En ik kan proberen of ik iets van de ooropening kan laten zien. Dat gehoor van, kijk, daar zit het oor van de kerkuil. Dat gat. Het is gewoon een enorme, ja, ik kan het haast niet noemen, een enorme vreugde dat zulke dieren nog in ons land leven. En dat je af en toe de kans hebt om ze te zien. Maar ja, je hoeft ze eigenlijk wat mij betreft niet eens te zien. Maar de wetenschap dat ze ergens zitten, dat je ergens fietst. En dat je langs een boerderij komt waar een nestkast is, waar die uilen zitten. Ja, dat vind ik een heel goed gevoel. Wie het natuurbehoud in ons land wil steunen, wordt lid van Natuurmonumenten in Schravenland door 35 gulden over te maken op gironummer 9933.